In deze film ga ik het een beetje hebben over korrel op een zwart-wit foto. Deze foto is nog niet echt in zwart-wit. Daar heb ik al eens een keer een filmpje over gemaakt. En daar zou je hierboven even op kunnen klikken. Ik ga gewoon even voor een vrij standaard zwart-wit omzetting. En ik wil daar ook nog een vignet aan toevoegen. Zoiets als dit. Maar dit is op zich wel een aardige zwart-wit omzetting. Alleen ik wil hier nog echt gewoon het karakteristiek van een oude foto aan meegeven. En dat wil ik doen door middel van korrel. En dat vind je hier ook in het effectenpaneel. Dan staat het hieronder. En korrel, dat zijn eigenlijk drie sliders. De eerste slider, dat is de slider hoeveelheid. Hoeveel korrel ga je in je foto brengen? Standaard staat deze op 0. Dus dat is geen korrel en je kunt hem verslepen naar in dit geval 100. En als je dat doet, zie je dat de andere twee sliders ook zichtbaar worden. In eerste instantie valt het nog niet zo heel veel op. Ik denk als ik het weer uitzet, ja, je ziet wel wat, maar het is erg klein. En ik denk door de compressie van het filmpje dat er weinig van overblijft. Maar als ik inzoom, dan zie je wel degelijk dat er een effect is. Dit is bijvoorbeeld met korrel en dit is zonder. De foto is niet haarscherp. Geen idee waar dat in zat. Ik denk destijds in camera- en lenskeuzes. Maar daar gaat het even niet om. De hoeveelheid korrel, die bepaalt natuurlijk gewoon wat het al zegt. Hoeveel korrel ga je toevoegen? Zet je hem bijvoorbeeld op 40%, dan voeg je maar een beetje toe. En voeg je meer toe, 100%, dan zie je die korrel echt overal terugkomen. Alleen de andere twee sliders, daar gaat het even om. Want die vormen je korrel. De grootte, dat is eigenlijk het formaat van je korrel. Als je daarmee gaat spelen, dan zie je dat je foto eigenlijk grotere korrels krijgt. Maar hij wordt ook een beetje aan de zachte kant. En de ruwheid bepaalt die vorm van die korrel. Dus als je kiest voor een grote korrel, dan kun je die met ruwheid eigenlijk ook nog gewoon, ja, ik heb er niet echt het goede woord voor, maar onegaal maken. Mocht jij wel het goede woord weten, laat het even hieronder in de comments weten. Maar wat is nou een goede instelling? Nou, stel dat ik ze bijvoorbeeld allemaal op 100 zet en ik zoom uit, dan zie je dat hier best wel gewoon korrel in zit. Alleen, dit is niet fraai. Dit is eigenlijk gewoon te veel. Een goede uitgangspositie, die is er niet. Maar ik vind het persoonlijk altijd wel lekker om te beginnen met een hoeveelheid van 100. Dat je goed kunt zien wat je doet. En dat je daarna de grootte en de ruwheid gaat aanpassen. Dus die twee, die reset ik even. En ik ga gewoon even spelen. Nou, ik zet de ruwheid even gewoon helemaal uit. Maar ik ga wel gewoon op 100% inzoomen. En ik pak in dit geval het oog, omdat ik graag heb dat mensen naar de ogen van het model kijken. En ik ga gewoon kijken van, nou, wat is een lekkere grootte van korrel? En ik denk dat ik zo eens rond de 63 stop. Zoom ik weer een stukje uit en dan bedenk ik van, zie ik dat terug in de foto? Nou, in dit geval nog niet. Dus ik ga hem toch nog gewoon een klein beetje toevoegen. En zie ik geen verschil, dan doe ik niks. Ja, ik zie wel wat verschil, maar veel is het niet. Dus ik blijf even rond die 63 zitten. 62 dan in dit geval. En vervolgens ga ik ruwheid bijschuiven. Net zolang totdat ik denk van, dit ziet er wel fraai uit. Nou, ga ik inzoomen. Ja, 1 op 1 heeft het natuurlijk gewoon veel meer effect dan in het groot. En ik ga gewoon vervolgens de hoeveelheid een klein beetje terugzetten. Net nagelang dat ik denk van, ja, dit is iets, dit voegt echt iets toe. Zo op het eerste gezicht zul je misschien zeggen van, nou, ik zie niet echt veel. Maar als ik inzoom, dan vind ik dat ik op dit moment gewoon een mooie korrel heb. Dus om het nog even op te sommen, zet eerst de hoeveelheid gewoon volledig open. Ga met grootte kijken wat een beetje past wanneer je die korrel gaat zien, zeg maar. Ga vervolgens met ruwheid daar een vorm in brengen, een onegaliteit om het woord nog maar eens een keer te gebruiken. En schuif vervolgens je hoeveelheid terug totdat je een bepaalde balans in je foto hebt. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei!